wel. Je vindt de perfecte kandidaat voor de job, maar hij of zij spreekt nog geen Nederlands. Is dat een probleem? Hier bij Scandic Hotels in Hartje Brussel vinden ze in elk geval van niet. Nochtans spreekt de meerderheid van hun personeel nog geen Nederlands, maar ze hebben een unieke oplossing. Scandic Hotels, I speak English. Can I help you? Even, hoe zit het met het Nederlands hier in het hotel? Wel, er wordt voornamelijk Frans, Engels gesproken, maar evengoed Deens, Fins, Spaans, Marokkaans, van alles eigenlijk, maar nauwelijks Nederlands. Hola, ik ben Daniel. Mijn familie is van Spanje, maar ik ben geboren in België. Spaans is mijn moedertaal. Nara Moutse, ik ben Didier. Ik ben in Rwanda geboren. Ik ben in België gekomen toen ik was 12 jaar. Frans is mijn moedertaal. Maar toch vinden jullie het belangrijk dat het personeel Nederlands spreekt? Ja, en gezien dat België toch een tweetalig land is, vinden we het toch heel belangrijk dat het personeel een basis Nederlands meekrijgt. Maar evengoed omdat we meer en meer Nederlandse toeristen over de vloer krijgen. En hoe bieden jullie dat Nederlands dan aan? Wel, via de VDAB bieden wij lessen Nederlands op de werkvloer aan in het hotel. Voor het baliepersoneel, maar evengoed voor het zaalpersoneel. Ja, Gia, vorige week hebben we het materiaal geleerd dat je gebruikt in het restaurant. We gaan dat vandaag nog eens herhalen. Ja? Wat is dat? Een vork. Goed. En wat is dat? Een messen. Oké. En wat is dat? Een lepel. Ja, zeer goed. Hoe noem je die drie samen? Buistek. NODW, Nederlands op de werkvloer. Hoe gaat dat in zijn werk? Nederlands op de werkvloer is een cursus Nederlands op maat van de werknemer. Dus dat is in functie van de noden van de job en van het niveau van de werknemer. Dat wordt op maat gemaakt. In samenspraak met de leidinggevende worden de doelstellingen bepaald. Aan de hand daarvan wordt een lessenpakket opgemaakt. Dat kan ook in andere sectoren, in de bouw, de zorg, industrie, noem maar op. Nederlands leren is echt wel moeilijk. Zijn de mensen echt gemotiveerd? Ik zie eigenlijk allemaal zeer gemotiveerde mensen. De meeste mensen beseffen ook dat Nederlands belangrijk is. De resultaten zijn ook altijd positief en we krijgen ook meer en meer aanvragen. Dus dat is ook een teken dat het echt wel een succes heeft. Apa kabar? Mijn naam is Sofian. Ik ben 31 jaar. Ik ben geboren in Indonesië. Oké, perfect. Dank u wel. Dag. Goeiedag. Hey, dag Sofian. Hi. Hoi. Zeg, jij volgt de cursus Nederlands op de werkvloer. Hoe is het? Ja, is heel plezant. Ben je veel aan het leren? Tuurlijk, ja. En oefen je dan veel? Natuurlijk, speciaal met de collega's ook. Dus heb ik ook geholpen voor hun. Omdat ik in Antwerpen woon, dus gebruik ik ook Nederlands elke dag. Nog ze komen bij jou vragen? Natuurlijk. Ah, ja. Ja, tof. Christel. Hoi. Hey, zeg, ik merk, voor jou is die meertaligheid heel normaal, maar er zijn best wel werkgevers die daar een beetje bang voor zijn. Is dat terecht? Wel, onze ervaring zegt eigenlijk dat dat helemaal geen probleem oplevert. Ik bedoel, wij hebben heel veel verschillende mensen die verschillende talen spreken en wij hebben nog niet ondervonden dat er dus taken of opdrachten helemaal niet uitgevoerd worden. En wat moet je als werkgever dan doen? Ja, vanuit de VDAB wordt er ook gevraagd natuurlijk om daar actief op in te spelen, om met hen Nederlands te praten, hen de kans te geven het beter te leren kennen, het beter te leren. En dat we natuurlijk niet gemakkelijk overstappen naar een andere taal en hen wel de mogelijkheid geven om het goed onder de knie te krijgen. Ja. Nederlands op de werkvloer is dus een hele interessante manier om anderstalige werknemers hun plaats te helpen vinden binnen je bedrijf. Anderstalig betekent vaak ook een cultureel andere achtergrond. En hoe ze hier in het Scandic Hotel omgaan met die culturele diversiteit, dat zien we in de volgende aflevering van ZHR. Tot ziens! Hasta luego! Nahubuta! Sampai jumpa!